Doreen Weel van de kringloopwinkel in Hilvarenbeek heeft de winkel al aardig vol staan. Maar wacht maar eens totdat je het magazijn ziet. jongen, Ja, het staat hier echt afgeladen vol. Uh, er is ook, het is ook een beetje een chaos geworden hè, Doreen? Uh, ja. Mensen in Hilvarenbeek hebben heel veel spullen over in januari. En uh, ja, soms komen ze met twintig uh, auto's op een dag uh, binnen. En dan, uh, ja, dan uh, is de de aanvoeren natuurlijk heel erg groot. Ja. En dan sint Oederrode. Hier draaien ze op 118 vrijwilligers. En die zijn heel hard nodig. Nou, af en toe dan is er een bom ontploft. Dan staat het zo vol, dan hebben we echt uh, heel druk om het op te ruimen. En hoe komt het nou dat er nu in één keer zoveel spulletjes komen? Dat komt omdat de mensen de kerstspullen daar naar boven brengen. En dan komen ze op die zolder terecht. En dan zeggen ze, oh, ik wil toch wel weer dat opruimen en dat opruimen. Mensen hebben vakantie gehad. En... Uh... Dan gaan ze ruimen en in decembermaand krijgen mensen ons hebben ze de koopziekte gehad voor de kerst en de Sinterklaas en de kinderkamers moeten leeg en plaats maken voor een nieuw speelgoed. En wat ruimen we met z'n allen op? Nou, kleding, boeken, spelletjes en meubels en heel veel spullen uit kerstpakketten zoals de Poffertjesplaat. Een kringloopwinkel wil geen nee verkopen, maar ja, soms moet het. Soms moet je wel eens weigeren. We kunnen het slechts inderdaad op het dak gaan zetten. We moeten soms wel eens iets weigeren, dat we het inderdaad niet kunnen plaatsen. En ja, als we te veel krijgen, dan moet, het er, moet er eigenlijk jammer genoeg ook wel eens wat weggegooid worden. Iedereen is aan het ruimen en aan het schoonmaken. Dus ja, begin van het nieuwe jaar. En u gaat juist kopen? Ik doe het allebei. Ik koop en ik ruim op.